VVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door Seacon Logistics en B. Benders. Goedenavond en leuk dat je weer kijkt naar VVV TV. Deze uitzending staat in het teken van het strategisch strijdplan Samen naar Boven. Aan de hand van dit strijdplan wil de club in de periode tot en met 2025 de weg omhoog inslaan. Algemeen directeur Marco Borgers licht het strijdplan toe. Ja, het plan gaat eigenlijk over wie we zijn, waar we naartoe willen en hoe we dat willen bereiken met elkaar. En met de nadruk met elkaar, want wij als club kunnen dat nooit alleen. Daar hebben we iedereen bij nodig. Hè. De club is veel meer dan alleen de mensen binnen de club. Maar we willen het juist samen doen. Samen met onze achterban, onze stakeholders, sponsors, supporters en iedereen die de club een warm hart toedraagt. En alles is gericht op een gezonde, duurzame toekomst voor de club. Want wat is de ambitie van de club? Nou, op termijn willen we weer in de Eredivisie spelen. Daar willen we ook structureel voor blijven. Op dit moment is dat een hele lastige opgave door meerdere redenen. Maar uiteindelijk is dat wel het ultieme sportieve doel. En daaraan gekoppeld willen we ook een club zijn die verbindt. Verbindt in een prachtig mooie economisch bloeiende regio. En daar willen we een nadrukkelijke rol in spelen. Dus we willen ook een uithangbord zijn voor die regio. En ons als zodanig ook gaan profileren. Dus ja, heel veel kansen denken wij daarin te hebben. Je zegt veel kansen. Ook grote uitdagingen kan ik me voorstellen. Wat zijn de grootste uitdagingen voor VVV? Ja goed, er zijn heel veel uitdagingen, heden ten dagen. En dat zijn ook allemaal uitdagingen waar we geen invloed op hebben. Denk bijvoorbeeld ook aan de economische omstandigheden. Stijging van de energieprijzen, stijging van alle lasten. Daar heeft ook VVV mee te maken. Dus dat zullen we het hoofd moeten gaan bieden. En dat is geen gemakkelijke opgave, maar we willen vooral de strijd aangaan om dat uiteindelijk wel te kunnen. En daar is heel veel voor nodig. Dus er wacht ons een hele zware opgave. Maar wij zijn vol vertrouwen dat we dat als club kunnen gaan bereiken. En uiteindelijk willen we, wat ik al zei, een duurzame, mooie toekomst voor VVV. Ik denk dat we die hebben. Wij denken dat we die hebben. Alleen dan zullen wel een aantal zaken op een nieuwe en andere manier moeten worden ingevuld. Ja, je kunt natuurlijk niet het hele plan uitleggen in het interview. Maar wat is de manier om die doelen te gaan bereiken? Nou goed, het plan bestaat uit vijf pijlers. Dat is allereerst natuurlijk voetbal. Voetbal staat hier op één. Dat is nu ook inmiddels ingebed in onze organisatie. Dat lijkt heel logisch, maar alles moet geënt zijn op prestaties. Binnen de lijnen, buiten de lijnen natuurlijk ook. En op waardecreatie. Pijler 2 is de organisatie. Pijler 3 is de economische kant natuurlijk van het verhaal. Hè. De commerciële zijde, heel erg belangrijk voor een club. Dan heb je natuurlijk het stadion, hè, je eigen huis, je omgeving. En als vijfde pijler hebben we maatschappelijk. Ja, onze maatschappelijke rol in stad en regio wordt steeds belangrijker, steeds voornamer. En dat betekent ook dat we qua positionering, maar ook qua mogelijkheden die we maatschappelijk kunnen creëren, dat we daar in ieder geval een goed beleid op moeten voeren. Want in het plan staat ook, VVV moet de verbinder zijn van de regio. Hoe ziet dat eruit? Ja, deze regio kenmerkt zich door een economisch en ondernemend krachtige regio. Je ziet de laatste maanden en ook wel jaren veel goede ontwikkelingen ontstaan. En daar wil VVV een rol in spelen. En niet alleen een rol, maar ook een bijdrage leveren, een meerwaarde hebben. En een heel goed voorbeeld vinden wij Breinport Eindhoven. We hebben ons oor te luisteren gelegd bij diverse organisaties en natuurlijk ook bij PSV, onze collega-club, hoe zij dat daar hebben aangepakt. Natuurlijk heb je daar te maken met een ander ecosysteem. Alleen in Venlo, een regio, denken wij ook een heel goed systeem te hebben waar wij een rol in kunnen gaan spelen als betaald voetbalorganisatie. En een bijdrage kunnen gaan leveren aan datgene waar ondernemers heden ten dagen van wakker liggen. En ik kan er op dit moment niet heel veel meer over zeggen, maar we zijn met een werkgroep aan de slag, bestaande ook uit experts, die nu naar de mogelijkheden kijkt om à la Breinport Eindhoven, om dat hier in Venlo ook op een goede manier neer te zetten, waar VVV dus het uithangbord is voor die economisch krachtige regio en die verbindende rol speelt. Wat zijn je persoonlijke ambities? Ja, mijn persoonlijke ambitie is, en ik heb het natuurlijk al vaker gezegd de laatste maanden, is dat ik VVV een gezonde en duurzame toekomst gun.
En natuurlijk, VVV is nogmaals voor iedereen, hè, voor iedereen die deze club een warm hart toedraagt. En op dit moment zitten we best wel in een lastige situatie. Lastig financieel, lastig met alles wat er in de wereld aan de hand is. Lastig met betrekking tot ons huis, ons home, het stadion. En zo kunnen we even doorgaan. Maar wij zijn niet bij de pakken gaan neerzitten. We hebben een strategisch plan geschreven om uiteindelijk doelstellingen te realiseren, zodat we die duurzame toekomst verkrijgen. En ik wil graag samen met al mijn collega's en met iedereen die deze club dus een warm hart toedraagt, alle stakeholders aan de slag gaan om die duurzame toekomst te realiseren en ook te borgen. Nou, het ultieme doel is natuurlijk om in de Eredivisie te spelen, want daar liggen legio mogelijkheden. Het voetballandschap is ook enorm aan het veranderen. Je ziet allerlei clubs om ons heen ook die zich enorm aan het ontwikkelen zijn. Met bijvoorbeeld eigenaren, met stadions, noem maar op. En wij kunnen niet stil blijven staan. Dus stilstand is achteruitgang. Wij zullen echt snel vooruitgang moeten boeken. Nou, ik denk dat we op de goede weg zijn. Dat we echt een aantal zaken heel goed hebben neergezet inmiddels. Daar heb ik alle vertrouwen in. En ik denk dat tijd wordt voor volgende stappen die we nu moeten gaan nemen. Nou, en daar zijn we denk ik goed mee op weg. En mijn ultieme doel is uiteindelijk straks te kunnen zeggen, kijk, maar goed dat we dat strategisch plan geschreven hebben. Niet het zoveelste plan, maar echt een goed en duidelijk plan. Een concreet plan ook, waarmee wij in ieder geval onze doelen kunnen realiseren en kunnen zeggen, kijk, dat is uiteindelijk succesvol gebleken. Wat is dan jouw persoonlijke droom voor 2025? Nou, voor 2025 hoop ik in ieder geval te kunnen zeggen dat wij een aantal heel belangrijke hordes hebben kunnen nemen naar die duurzame toekomst toe. Waarbij de club zicht heeft op Eredivisie of daar inmiddels speelt. Maar ook zicht heeft op een heel mooi onderkomen voor de lange termijn. En daarmee verder kan. En die gezonde basis is gelegd. En dat is wat ik de club toewens. Zoals Borges al zei, is het voetbal de belangrijkste pijler binnen de plannen van VVV. Daarom is er ook een voetbaltechnisch beleidsplan. En we vragen technisch manager Willem Jansen wat dat plan precies inhoudt. Nou ja, goed, kijk, we hebben kaders geschept. Hè, wat een visie bepaalt waar we denken als club op voetbalgebied naartoe willen gaan. Een heldere voetbalvisie die we door willen voeren door de hele club. Natuurlijk verder hebben we een aantal strategische doelen daar ook bepaald. Hè. Waarde op het veld, zowel met goede scouting, hè, van een mix van jonge talenten met ervaren spelers. En natuurlijk een goede blik op onze eigen jeugdopleiding. Om uiteindelijk een competitief elftal op het veld te hebben die mee kan doen om... om uiteindelijk het doel om proberen de stap te maken naar de Eredivisie. Maar daarnaast ook ruimte voor individueel talent om zich te ontwikkelen en zo transfers te kunnen maken. Het doel uiteindelijk is structureel Eredivisie. Een ambitieus doel, maar wel een reëel doel denk je met deze werkwijze. Nou ja, reëel in de zin, als je puur financieel kijkt, budgetair en je vergelijkt dat met wat clubs om je heen doen, het landschap is daar best wel veranderd, dan sta je op dit moment op de negende plek. Dan kan je niet zeggen dat reëel is, alleen wij zijn wel ambitieus en wij willen wel, ondanks het mindere budget wat we nu nog hebben, omdat we ook in een verouderd stadion spelen, daar is natuurlijk ook een hoop over gezegd, maar... Onder andere dat we toch willen overpresteren. En ik denk wel inderdaad dat we vanuit een goede visie, vanuit een standvastig beleid, met hele goede mensen die er heel veel energie in steken, denken we toch dat we hoger kunnen bereiken dan dat. En in de KKD heb je natuurlijk ook het fenomeen de play-offs. Dus ook daar kan je natuurlijk, volgens die weg kan je natuurlijk promoveren. Je wilt eigenlijk een stap maken naar de Eredivisie. Wat moet er nog veranderen binnen de club om dat structureel te kunnen doen? Nou, kijk, uiteindelijk denk ik dat je door zult moeten groeien in faciliteiten. Dat je gewoon meer budget krijgt ook, waardoor je ander type spelers ook kan aantrekken. Kijk, als je veel met de eigen jeugd wil doen, zou je ook daar moeten kijken hoe je daardoor investeert om alles om een hoger plan te krijgen. Maar ja, weet je, met de mensen nogmaals, ik denk altijd de mensen in de organisatie die zijn het belangrijkste.
En dus een bepaalde cultuur, de topsportcultuur, denk ik, waar we goed op weg zijn. Dat iedereen beseft om alles maximaal te moeten geven en nooit tevreden te zijn met wat je gisteren hebt bereikt. Ik denk dat die cultuur, dat we daar continu naar op zoek zijn en daar continu kritisch op moeten blijven om uiteindelijk die doelen die we hebben ook waar te maken. Je zegt de mensen binnen de club zijn heel belangrijk. Een belangrijk onderdeel daarvan is ook het technisch hart waar je zelf in zit. Hoe zou je die rol omschrijven van het technisch hart? Nou ja, wij zijn verantwoordelijk voor het bewaken van die voetballijn. En ik ben als technisch manager daar... daar eigenlijk overkoepelend verantwoordelijk voor. Maar we doen alles in nauw overleg met Roger Bongaerts en Mark van Hintem. En wij moeten zorgen dat we onze afdelingen zo aansturen en zo wegzetten dat de kwaliteit levert. En dat is wat wij strategisch denken op de lange termijn bewaken en daar... steeds een stap in kunnen maken om door te kunnen groeien. En dat heeft alles, dit heeft tijd nodig natuurlijk. Maar nogmaals, ik denk dat we nu wel op de goede weg zijn. En dat we alles op alles moeten zetten om die lijnen door te trekken. Want hoe staat de club er nu voor jou, sportief gezien? Nou ja, we zijn natuurlijk bezig altijd bezig met het elftal. Het eerste elftal, hè. Dus dat stuk doorselecteren, ook om die transferwaarde op het veld te krijgen. Daar hebben we al verschillende stappen in gemaakt. Dat is natuurlijk altijd een proces wat je natuurlijk 2 keer in het seizoen echt kan doen in de transferwindows. Maar door het hele jaar de manier waarop we scouten, de manier waarop we intern scouten, dus naar onze eigen jeugd kijken. De doorstroming, de afstemming tussen de jeugd onder 21 en het eerste elftal. Om daar kritisch naar te kijken hoe we dat beter kunnen doen. Individuele ontwikkeling van spelers en trainers. Dat zijn zaken waar we heel druk mee bezig zijn. En nogmaals, dat loopt. En sportief gezien zie je dat we nu mooi op een plek staan op de ranglijst. Wat recht heeft voor play-offs en dat we best stevig staan. Dus ook op dat gebied kunnen we denk ik tot nu toe tevreden zijn. Maar tevreden zijn in de tussentijdse evaluatie, dat eigenlijk kan dat niet. En moet je altijd kritisch kijken naar hoe je nog beter kan. En nogmaals, dat zijn we dan ook aan het doen. Tot slot, waar zie jij VVV in 2025? Ja, hopelijk in de Eredivisie. Maar in ieder geval dat we de lijn die we nu in hebben gezet, dat we die, dan zijn we 2,5 jaar verder, dat we terug kunnen kijken en dat we gestaag door zijn gegroeid. En uiteindelijk is dan het hoofddoel Eredivisie of sportief gewoon echt presteren, is daar denk ik een gevolg van. Dus goed samenwerken, op de manier denk ik nogmaals die we nu doen en steeds blijven zoeken naar verbetering. Dan verwacht ik dat we in 2025 een mooie VVV kunnen zien. Tot slot blikken we kort vooruit op de volgende competitiewedstrijd met trainer Rick Kruijs. Na de bekerwedstrijd tegen FC Emmen wacht maandag een duel met Jong PSV. Ja, het is een moeilijke pot natuurlijk altijd op maandag, maar met de ambities die we hebben en hetgeen wat we zelf hebben gebracht de laatste 6 wedstrijden, willen we natuurlijk gaan voor een goed resultaat. In de vorige competitiewedstrijd tegen Helmond Sport liet VVV 2 punten liggen. En dus blikt Kruijs met een teleurstellend gevoel terug op dat duel. Uiteindelijk wel, omdat je de eerste helft natuurlijk de wedstrijd onder controle had. En ik vind dat we dat de tweede helft uit de handen hebben gegeven. We hadden een goede kans op de 2-0, nou, dat lukte niet. En daarna... is Helmond Sport wel een aantal keren gevaarlijk geworden en vond ik wel dat we de grip op de wedstrijd verloren. Waar lag het aan, denk je? Ik denk dat we niet op tijd georganiseerd waren op het moment dat we hem kwijt waren. En ik vond ook dat we, wat we de voorgaande wedstrijden wel hadden, dat we als we tussen linies kwamen, dat we heel vast waren. Dat hadden we nu minder in die fase en dan verlies je de controle over de wedstrijd eigenlijk. De voorgaande wedstrijden werden er veel kansen gecreëerd. Dat was ook iets minder, hè, tegen Helmond? Zeker, dat was minder. Helmond Sport speelde zeker de eerste helft best wel verdedigen. Nou, toen waren wij wel dominant, maar in die eindfase niet heel erg. Komt wel verdiend op voorsprong, denk ik.
Tweede helft hadden we wel een paar uitbraken. De kans van Venema onder andere. Nou ja, dat lukte niet. En toen vond ik dat we de hoge druk van Helmond Sport, dat we daar niet zo goed onderuit speelden. Als je dan aan de ranglijst kijkt, vind je het dan extra vervelend dat je 2 punten laat liggen? Nou, los van de ranglijst vind ik dat sowieso vervelend natuurlijk. En helemaal de flow waarin we zitten. Alleen goed, dit hoort ook bij de ontwikkeling van het team. En uiteindelijk moeten we de verbeterpunten weer pakken om beter te worden. Wat neem je dan vooral mee richting Jong PSV van die wedstrijd? Nou, dat het vrijblijvende, wat ik denk dat toch een klein beetje in de ploeg is geslopen tijdens de wedstrijd, dat eruit moet. Want als je niet de dingen blijft doen zoals we heel goed doen vaak, als dat iets minder is, dan worden we ook kwetsbaar. En dat is gebleken natuurlijk deze wedstrijd. Jong PSV is natuurlijk een ploeg vol talenten, vol met jongens die worden klaargestoomd voor het eerste elftal. Die op het moment dat dingen makkelijk voor hun gaan een heel hoog niveau kunnen halen, maar je zal daar iets tegenover moeten stellen. Er zitten een paar hele snelle aanvallers, een paar hele talentvolle middenvelders, dus die moeten wij onschadelijk zien te maken. Dit was VVV TV voor vanavond. Bedankt voor het kijken en heel graag tot volgende week. VVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door Seacon Logistics en B. Benders.